dat het bankje hier is neergezet. En dat dit nu bezegeld wordt met deze mooie plaquette. Daar zijn we er blij mee. Heeft hij ruim 2 jaar gezeten. In het begin moest hij echt wennen. Maar op een gegeven moment had hij toch duidelijk zijn plek hier ook gevonden. En dit plekje was onontgonnen, om het zo maar te zeggen. Dus nogal hobbelig, wiebelig, niet mooi bestraat. Dus op een bepaald moment gezegd, dan gaan we een bankje regelen. Hij werd op een gegeven moment een bekende Meulenbeker, zou je bijna kunnen zeggen. Kende Ulfsenaar. Dus hij was drukker met het zwaaien dan dat we een gesprek konden hebben. Maar je kon aan alles merken dat hij dan in zijn element was. En dat hij zat hier gewoon erg graag. We proberen heel erg mee te denken in het kader van ons thema leefplezier. Om te kijken wat is echt belangrijk voor iemand. En voor hem was het wezenlijk belangrijk om naar buiten te kunnen. Dus dat is enerzijds. En de ontmoeting, hadden wij de indruk, was voor hem ook wezenlijk belangrijk. Dus ja, waar het om gaat is dat je aansluit bij de diepere verlangens van iedere bewoner. En door dat individuele gesprek met een bewoner te hebben, kom je daarachter. En daarbij hoort dat je dan ook de ruimte geeft aan de medewerkers om te doen datgene waarvan zij denken dat goed is. Wat ik wel bijzonder vind is dat hij echt gemist werd direct. Dus dat er ook echt mensen bij de Meulenbeek naar binnen zijn gegaan om te vragen van, joh, waar is die meneer die altijd buiten zit? Want we missen hem. Is er iets aan de hand? Dus dat geeft denk ik wel weer wat hij heeft betekend ook wel voor Ulft of voor deze plek. Maar tegelijkertijd ook een groot compliment aan de Meulenbeek, die hem in zijn waarde hebben gelaten. Hij kon volledig zichzelf zijn. Dan hoort het hier zit, hoort daarbij. En volgens mij kun je met 2 personen op. Dus we hopen dat er gewoon een blijvend bankje is hier. Voor de bewoners van Meulenbeek. En dat er ook gebruik van wordt gemaakt.